Trainer Brenda Voortman wil vooral veel plezier terugbrengen bij de eerste selectie van korfbalclub ASVD uit Dronten. De vorige twee hoofdtrainers van ASVD kwamen van buitenaf en vertrokken allebei om verschillende redenen na een half jaar. Dat heeft volgens Voortman gezorgd voor veel onrust rond het team. We gaan wel echt gewoon proberen dat we de groep weer goed bij elkaar krijgen. Dat we echt weer lol krijgen in het spelen. In ieder geval iemand staat die er ook is. Daar opbouwen. En op dat moment gaat het denk ik wel wat meer lopen weer. Dat je voor jezelf, dat het enthousiasme komt terug. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor deze jonge groep. Dat ze met enthousiasme heel ver kunnen korfballen. Voortman is geen onbekende van de club. Ze was vanaf haar 18e actief als speler. En ook de afgelopen jaren was ze net als haar man en kinderen nauw betrokken bij ASVD. Als trainer stond ze nog nooit voor de groep bij het eerste team van de Drontenaren. Dat is wel even, ook binnen ons gezin natuurlijk, wel even een gesprek geweest. Daar moeten we wel met z'n allen achter staan. Maar ik heb wel het idee dat ook het bestuur gewoon echt achter mij staat wat dat betreft. Want ze weten wat ik kan. Ja, en wat kan je dan? Ik ben geen meisjestrainer, laten we het zo zeggen. Dus ik ben wel gewoon recht door zee. Kan best hard zijn. Maar ik denk wel dat ik het korfbal snap. Voortman is nu coach van KV Huizen en stond eerder in fase voor de groep bij Regio 72. Met ASVD gaat Voortman op het veld in de overgangsklasse spelen en in de zaal in de eerste klasse. Natuurlijk wil je misschien wel meer, maar je moet wel heel reëel zijn. Ik denk niet dat we zo heel groot meer zijn als dat we geweest zijn. Dus wat dat betreft hebben we wel iets ingeleverd, ook qua niveau bij de jeugd. Maar we zijn nu met het bestuur en de technische commissie wel heel erg druk om dat weer op een hoger niveau te krijgen. En dan wie weet, over een paar jaar, je bent afhankelijk van je groep die je hebt.